in een geheime tv-studio, baalt de tv-baas. Kinderen kijken alleen nog maar naar YouTube en niet meer naar zijn televisieprogramma's. Ah, nee! John, wat is er? De kijkcijfers, ze zijn helemaal gedaald! Ja, mijn brein mag werken. Oké, ik laat je wel even alleen drinken. Ja, oké, koffie, doei! Hij moest iets doen om vooral weer kinderen naar zijn programma's te laten kijken. Ik heb het! Wat heb je? Kom eens hier, ik heb een geweldig programma bedacht. Wat er precies? We zitten in lockdown. Ja, dus? En mensen zijn ontzettend gestrest. Dat klopt. Wat nou als in al die huizen camera's plaatsen? Ja, maar John, dat programma bestaat toch al? Dat heet toch gewoon Big Brother? Wat nou als we de kinderen in hun huis stoppen? Kinderen hebben toch rechten? Kinderen, rechten, boeien. Ja, maar John, kijk hier dan. In artikel 16, kinderen hebben recht op privacy. Kijk hier. Ja, wat vind jij nou belangrijker? Kinderrechten of kijkcijfers? Nou ja, eigenlijk... Of wil jij soms ontslagen worden? Ik heb zo'n ander presentator gevonden. Oké, ik wil mijn baan wel houden, ja. Maar John, hoe ga je dat programma dan precies noemen? Ik noem het Little Brother. Welkom bij de nieuwe show Little Brother, gesponsord door John de Bever. Een huis vol met verstopte camera's, 24 uur per dag live beelden, zonder privacy. Dit zijn de kandidaten. Sharon. It's me, Mario. Fritske. Dylan. En Emotionelus. De kandidaten arriveren in Little Brother House te spieken, waar iedereen lekker mee kan genieten van het leven van deze 5 kinderen. 100 dagen lang moeten ze het met elkaar uitzien te houden. De kandidaat die als laatste overblijft, krijgt het megabedrag van 1000 euro. Eeuw, we zijn er alleen jongens, niet eens meisjes. Jullie zijn niet eens knap. Waar kom jij vandaan? Ja, ik kom van basisschool De Zweetlift. De kandidaten vervelen zich rot en gaan op zoek naar de camera's die in het huis verstopt zitten. Is het een camera? Ja, jongens. Camera. Hoi. Het is inmiddels dag 3 en de kandidaten hebben nog steeds niets te doen. Hoi, sta hier. In de dagboekkamer kunnen de kandidaten hun hart luchten. Mama. Ja, heb je ook een kandidaten die je als een soort van rivaal beschouwt? Ja. Wie dan? Dylan. Kandidaat Dylan houdt wel van een beetje pesten en dat is dan ook precies wat hij de hele dag doet. Vinden jullie het ook zo spannend? Het probleem is dat niemand het spannend vindt, want niemand kijkt. Ja, echt waardeloos dit, hè? Ja. Echt waardeloos. Ja. Kijk, echt niemand kijkt. Ik weet wat. We moeten het programma spannender maken. Spannender? Hoe dan? Leg jij maar eens op. Het te winnen bedrag is verhoogd naar 5000 euro. Dylan wil het programma per se winnen. En dit is de weekopdracht. De kandidaten moeten aan het weekopdrachtrad draaien. Er komen veel meer weekopdrachten die van nog meer ruzies moeten zorgen. Ziet niet. En dat lijkt te werken, want Nelis is verdrietig. Jij aanstel, Rietus. Als alles tegen me zit, dan kan ik toch niet eens een spel spelen? Hi, Sharon hier. Vind je ook niet dat hij zich zo ontzettend aanstelt voor een spel? Deze week moeten de kandidaten met iets op hun hoofd rondlopen. De kandidaten moeten met z'n allen de hele dag op de bank blijven zitten. Fritske maakt dat onmogelijk. En toen hadden we door Fritske niet de dagopdracht gehaald. Oh, dat is toch veel ruzie de laatste tijd. Maar de televisiebaas wilde nog meer ruzies in het huis hebben. Zo, even diepfaken. Ey, wat vind jij eigenlijk van Mario? Ik vind hem echt de grootste debiel die hier rondloopt. De beelden werden veranderd, waardoor het leek alsof er geroddeld werd. En het lijkt ook te werken. Nu is Mario boos op Sharon. Wat is dit nou, Sharon? Wat is dit? Heb je geroddeld over mij? Dat zeg je toch niet? Dat ben ik niet. Dat zie je toch? Dat ben je wel. Kijkcijfers. Ja. Het is midden in de nacht en iedereen lijkt te slapen. Ik ben wel eens bang in het donker.
Ik plas wel eens in mijn broek. Dylan wordt de volgende ochtend geconfronteerd met de beelden. Ja, dat moet eruit! Kom dan! Door alle ruzie en geroddel kijken er steeds meer mensen naar het programma. Ha, moet je kijken. De kijkcijfers gaan omhoog. We moeten nog meer ruzie hebben. Nog meer ruzie aan die kinderen dan. Ah, die kinderen. Oh, die redden zich wel. Maar die hele privacy ligt op straat. Ja, boeiend. Wat maakt dat nou uit? Nou, dat maakt zeker wat uit. Wat is dit nou weer? Ja, wat is dat nieuwe programma op televisie? De kinderbescherming pakt meteen het kinderrechtenverdrag erbij. Hier klopt iets niet. Dit is toch schandalig? Oh, die kinderrechten in de prullenbak. We gaan de locatie van John de Bever zoeken. Oh, daar zit hij. We krijgen hem wel. Er hangen nu ook camera's op het toilet. Oké. Oh, eindelijk tijd voor mezelf. Wist je ook dat er sinds kort camera's hangen op het toilet? Serieus? Mama! Sharon krijgt een persoonlijke boodschap van bekende mensen. Oh! Sharon, you are fake news. Sharon, jij lijkt me echt een ontzettend onaardig meisje. Wat? Zeg ze dat over mij? John, ik kan er echt niet meer tegen. Ik neem ontslag. Oké, doei. Wacht maar, dit gaat niet meer lang duren. Ze is het zat en besluit op zoek te gaan naar hulp. Hé, hey, daar loopt ze. Snel uitstappen. Hé, hey, ja, huh? Wie zijn jullie nou weer? Wij zijn van de kinderbescherming. Wij moeten met je praten. Wat een mooi toeval. Samen konden ze er nu voor zorgen dat er gestopt werd met filmen. Hopelijk niet te laat. Ja, ik kan er gewoon niet meer tegen. Hele privacy is weg. Alles is weg. Niemand vindt me meer leuk. Ik heb het gehad. Dat de kinderen helemaal gek werden, vond de tv-baas niet erg. Er keken namelijk steeds meer mensen naar het programma. En hij was erg blij. Maar voor hoe lang? Wat is hier aan de hand? Het is afgelopen met jouw programma, John. Eruit! Nee, jij gaat eruit. Jij gaat naar de gevangenis. Wat? De gevangenis? Ja, wees privacy schending. Nee, mijn programma. De kandidaten mochten het programma verlaten. En tv-baas John de Bever, die had nu ook 24 uur per dag camera's op zich gericht in de gevangenis. Hey, ja, daar ben ik dan. En je leest het goed. Dit is alweer het einde van de film. Maar er is nog meer te doen hier, want je kan nog bloopers kijken daar, andere kinderrechtenfilms kijken daar zo. En natuurlijk ook nog even abonneren op ons kanaal. Oké, veel plezier nog. Doei!